Reis en op de trip in Eluna. Ivo Zetbreid staat hier aan 24 jaar, Ivo. Top? Ja, zeker. Dus. En het moment voor Ivo is daar gekomen dat Ivo ons helaas zachtjes aan gaat verlaten. Alleen Ivo heeft zelf voor een goede oplossing gezorgd. In de vorm van zijn schoonzoon Lieve, die de zaak gaat overnemen. En op die manier houden wij de hele bijzondere, authentieke, unieke, alleen in Uden en weer te exporteren kamelenrace lekker op onze kermis vast. Daar zijn we heel blij mee, Ivo. Ja, ik ben er ook blij mee. En daarom wil ik hier weer allemaal uitnodigen. Dank u. Jullie gaan lekker spelen. Ik ga ondertussen de minions, de toys, de sleutel en maken we de groepsfoto, maken we dit keer hier. Dus jullie mogen even flink spelen van de Ivo en Ivan en veel plezier. Dankjewel Pascal. Zijn we klaar jongens? Opletten! Jepla! Rommelbadwaai! Jepla! Is de C, hola, ik word in één keer aan gesteld. Nou ja, 16 gewonnen. Zijn we klaar? Oké, hoppa! Een paar kermisfans die kunnen aanschuiven.
Maar vier afleiden. Heel goed. Oké. Iedereen weet hoe het spelletje werkt. Gaat die ballen vast. Rollen. En dan gaan we kijken. 16 kamelen onderweg naar de finish. Niels doet niet meer mee. Nummer 9 en nummer 15. 15 gaat voorop. Gevolgd door de 8, de 9, de 11. 11 gaat voorop. De 9 ligt aan kop. De 11 loopt uit. De 9 weer aan kop. 14 erbij. 15 volgt. De 10 en de 11 volgt. Maar 9 neemt de spurt. Er komt 15 aan op de achtergrond. 9 weer vooruit. 14 erbij. De 11 erbij. De 10. De 10 en de 9 op kop. 14 erbij. De 15 erbij. 9. Nog een paar stappen en 9 is gewonnen. 11 erbij. 10 erbij. En 9 is winnaar. Een prachtig mooie medaille. Als je erin knijpt, dan hoor je het geluidje van de kamelen daar. Is dat origineel? Matchfixing. Okay. Iedereen, ballen weer vast. Gaan we starten maar. Pas al je ballen vast. De befaamde kamelen daar nu met een nieuwe wagen in Uden. 16 banen, 16 kamelen. En die zijn weer onderweg naar de finish. De 11 gaat aan kop. Gevolgd door de 7, de 14 en de 15. Maar de 11 gaat weer verder. Gevolgd door de 15, de 14 erbij, de 7 en de 3. De 3. Maar de 11 die neemt een sprint. Op afstand gevolgd door de 14 en de 15. De 11 is winnaar. De jonge dame in het spel. Ja. Mannen, jullie worden er gewoon allemaal uitgespeeld door de jonge dame. We leggen het spel nog één keer uit. Het is de bedoeling dat het balletje in de gaatjes gaat, jongens. De beste tijd van gisteren zelfs. 34 seconden, 62. Het is wel even leuk om te volgen. Ze houden per dag bij wat de snelste tijd is van de winnaar. Gisteren was 35 seconden, 72. En je bent met 34 seconden nog iets. Ben je dus vandaag nu al de snelste. Oké. Alle vast. Rollen maar. En dan gaan we weer. 16 kamelen bij de familie Severijns. Onderweg op de Udense kermis naar de finish. De 6 en de 7 gaan aankomt. 13 neemt een sprintje gevolgd door de 14 en de 15. De 10 erbij. 9 blijft achter. Waar is de 9 nu? De 10. De 10. Marijn gaat voorop. Marijn trekt een sprint. De 14 en de 15. Die volgen. Maar wat gebeurt er op baan 1? Wat gebeurt er op baan 1? Baan 1 ligt gelijk met baan 14 en 10. Het gaat tussen 1 en 14. Het gaat tussen 1 en 14. Een sprint. Eén, waar blijf je? Yes, 14 gewonnen. Ja, Niels is naast een enorme kermisfan. Ook in zijn vrije tijd uitbater van de kamelendabie bij Peter Verwijk, jouw Nederlandse collega. Ja. In de kroeg zouden we zeggen hij is zijn eigen beste klant, maar in het kamelenspel staat hij toch meestal aan deze zijde te recommanderen. Gaan we het nog een keer doen, Ivo? Oké, nog eentje dan. Nog één erbij bij iedereen. Eentje erbij. Willen we nog een keer? Oké dan. Ballen vast. Rollen maar. En we volgen weer de 16 kamelen onderweg naar de finish. Nummer 11 gaat er vandoor samen met 16. Maar we liggen hier onderaan tussen de nummers 1 en 7 liggen we redelijk op één lijn. 16 bovenaan, een kleine sprintgeval. De 14, 7 en 4 gaan we nu vandoor. Maar 16 nog steeds. Kom, 16 is ook de dame in het gezelschap. Fiorella ligt vooraan. De volgende de 7 en de 8. De 2 en de 4. Waar blijft nummer 16 nu? Waar blijft nummer 16 nu? 7 neemt de koppositie over. Nummer 7 neemt de koppositie over, gevolgd door 16. Ook hier onderaan de 1 en de 2. Maar het is toch bijna nummer 7. Gevolgd door 16. Wie wordt de eerste? Jawel! 16 is winnaar! Oh.
even de groepsfoto maken.